lieve mensen, welkom bij het Goede Leven van Calvin. Ik maak een filmpje voor jullie en dat doe ik speciaal met mezelf, namelijk in mijn eentje. Ja! Wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Calvin, a.k.a. Calvin. En mocht je nou nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan is dat helemaal niet erg. Nou, het is niet erg. Nee, het is niet erg. Ik vind het zelf iets minder leuk. Maar je kan het heel makkelijk oplossen. Dus heel eventjes op dat abonneerknopje te klikken. Gewoon heel even. Gewoon even met dat vingertje van je. Ik zal het even voordoen. Subscribe! Je kan wel maken wat je wil, maar ik doe het gewoon. Ik heb altijd moeite om de juiste houding te vinden op deze stoel. I don't know. Mocht je afvragen waarom hier gewoon mijn hand normaal is en hier mijn hand wit is. Nou, dat komt omdat de zon een beetje schijnt. En mocht je... Kijk, daar, nu schijnt de zon niet meer. Hey, thanks, hè, Wolk. Hey, lekker. Ik zal eerlijk met je zijn. Ik vind moeder natuur soms gewoon even kutwijf. Dat mag ik toch vinden, of niet? Kijk, nou weer. Wordt je weer helemaal... Jezus, man. Doe eens even normaal, man. Je hebt ongetwijfeld de titel van deze video gelezen, namelijk... Tatoeages van YouTubers raden. Jee. En ik wil voordat ik begin eventjes alle mensen die tatoeage uitspreken als tato... Je hebt twee verschillende soorten mensen in de wereld. Eén groep mensen die zegt... Mooie tattoo, man. En de andere groep die zegt... Mooie tato, man. Ik krijg altijd een beetje zelfmoordneigingen als ik mensen het woord tato hoor zeggen. Hé, ik heb je laatst een e-mail gestuurd. Ik heb je laatst een e-mail gestuurd. Engelse woorden mag je ook Engels uitspreken. Zo leven wij volgens mij tegenwoordig een beetje in de Nederlandse taal. Dus als je een Engels woord overneemt, dan neem je een beetje de Engelse uitspraak over. En zeg je niet tato of iPhone. Vanaf nu maak ik alleen maar gebruik van het woord tato. Ik vind het hilarisch. Ik vind het grappig als mensen het doen. I don't know, man. Hollandse mensen, jullie laten me soms gewoon versteld staan. Ik ben zelf een Hollander, dus dat zegt wat. Dus mensen, sowieso even een likeje op deze video. Als we 12 miljoen likes halen, dan ga ik morgen naakt. Dus doe het. Ik ga tato's van YouTubers raden. Ik krijg dus een foto te zien van een tato. Bijvoorbeeld deze. Tada! Hier, dit is hem. Wendy. En dan moet ik dus raden van welke YouTuber die is. Ik zal jullie eerst eventjes vertellen. Ik heb zelf geen tato's. Nee, ik heb nergens tato's. Ik zou wel graag een tato willen. Dat zeg ik al heel lang. Maar doe het niet. Maar ik wil het wel graag. Ik wil het wel graag. Het is tijd, mensen. Het is tijd. Wendy. Dit lijkt op een mannenarm. Ik denk dat Wendy de naam is van de vrouw of vriendin van. En volgens mij, en nou misschien heb ik het verkeerd, maar misschien ook niet, is Wendy de vrouw slash vriendin van Paul. Paul Goudsmit, a.k.a. King Alert. Ik weet niet of het waar is, maar op een of andere manier zit dat in mijn hoofd. Is dat mijn keuze? Ik ga heel even nadenken of ik niet stom ben. Oké, ik heb nagedacht, ik ben niet stom. Ik ga voor Paul Goudsmit. Is het goed? Yeah! Leuke tato, man. Lekker. Lekkere tato. Nice. Ja, die zon. Ik word helemaal wild van die zon. Oké, we gaan door. Linker onderarm tato van Wendy. Meteen even over laten trekken. Kijk, no disrespect naar Paul. Als jij je geneigd voelt om de vrouw van je leven op je arm te tatoeëren, dan moet je dat vooral doen. Het is meer dat het iets is wat ik zelf niet zo snel zou doen. Ik zou zelf niet zo snel Wendy op mijn arm laten tatoeëren. Tatoeëren. Dat lijkt me een beetje raar. Ik zou ook niet Nina op mijn arm zetten, want voor hetzelfde geld gaat het zeg maar uit met Nina. Hé, ik zeg het maar, hè. Ik ga er niet vanuit. Het is nog steeds aan. We zijn in de wolken. We zijn helemaal verliefd. We gaan trouwen. Maar voor hetzelfde geld word ik morgen wakker en denk ik, hé, eigenlijk ben ik niet meer verliefd op Nina. Of Nina wordt wakker en denkt, hé, wat is Calvin eigenlijk een sukkel? En vervolgens maakt ze het uit, of maak ik het uit. En dan heb je dus zo'n tatoeage op je arm. Tatoeage. Vanaf nu maak ik alleen maar gebruik van het woord tato. Tato. Dat is een beetje lullig. Ben ik heel eerlijk in. No disrespect. Lekker bezig, Paul. Een palmboom met een zon en zee en vogels. En strand. A.k.a. de meest generic tatoeage ever. Ik bedoel tatoeage. Dit lijkt op een tatoeage van een vrouw. Ik denk dat vrouwen eerder geneigd zijn om zulke tattoos te zetten. Dat denk ik serieus. Ik denk dat dit een tatoeage is van... Ik weet het niet. Ik zal eerlijk met je zijn, ik heb geen flauw idee. Ik weet dat het een blanke dame is. That's how far I get, man. Geen gedacht, geen hersenspinsel, niks. Ik denk dat dit een tatoeage is van Melanie Latoy. Ik weet niet waarom, maar zij is blank. En heeft niet een hele arm vol tatoeages. Zij zou misschien nog wel zo eentje kunnen doen. Is het Melanie Latoy, mensen? Het is... Wow, Monica. Monica Geuze. Hoe dan? Dit had ik echt nooit verwacht. Had ik niet verwacht, had ik niet gedacht. Ik weet het niet. Dit is blijkbaar een tatoeage van Monica. Monica, ik geef je 8 punten voor stijl, 0 punten voor originaliteit. Maar weet je, je weet wat ik van je denk. Vind je fantastisch, denk ik. Ja. Deze? Ja, deze tatoeage ken ik. Ja, ik applaudisseer vast even voor mezelf. Dat doe ik zeker. Deze tatoeage is namelijk van... Stefan van Stuk TV, denk ik. Volgens mij is het Stefan van Stuk TV. Ik zal je vertellen waarom. Hij had ooit een video gemaakt met de boys van Terror Squad. Daarin gingen ze een soort van spelletje doen met tatoeages. Wie welke moest nemen. Ik keek het en ik dacht... Hoe kom je op dit punt waarop je dit doet? Why? Anyway, volgens mij is het Stefan van Stuk TV. Kom even gezellig kijken. Kom even gezellig mee. Als ik het goed heb, doe ik even een kusje aan de camera. Maar ik had het goed. En omdat ik het goed had, vind ik dat ik een slokje van dit watertje verdien.
heel nice. We gaan door. Ik heb het iets donkerder gemaakt, mensen. Maar anders word ik even helemaal wild. Maar even helemaal wild van de zon. Het spijt mij. Een gekke kapsel, vind ik zelf. Daar gaan we wat aan doen. Ah, deze tatoeage. Nou, dit is natuurlijk overduidelijk. Dit is een religieus persoon. Het is namelijk een kruisje van Jezus. Jezus is gekruisigd tijdens Pasen. En dat. Ik weet dat Giel van Stuk TV een aantal tatoeages heeft. Waarvan één ketting met een kruis. Oh, dat is geen tatoeage. Dat is gewoon een ketting. Volgens mij is het zoiets, denk ik. Ik gok maar voor Giel. Ik heb geen flauw idee. Ik zal eerlijk met je zijn. Ik weet het niet. Ik gok gewoon. Ik gok Giel. Giel de Winter van Stuk TV. Is het jouw tattoo? Nee! Dit is Snap King. Tim, hallo. Ik kwam laatst achter dat die jongen uit mij reageerde op Fuck Mary Kills. Dat was blijkbaar het broertje van Snap King. Dat was niet het broertje van Famke, dat was het broertje van Snap King. Dat had ik ook kunnen weten. En dat was niet extreem moeilijk geweest. Als ik erover nadacht achteraf. Maar goed, maakt niet uit. Dit is een kruisje achter het oortje. Ik wist het niet. Ik had geen flauw idee. Daar ga ik het ook bij laten. Wow, dit is wel een flinke tattoo hoor. Dit is een beste, mijn jong. Dit is een beste. Dat is een grote. Ja, weet ik veel, joh. Ik vind deze wederom zeer, maar dan ook zeer moeilijk. Is het? Ik weet het niet. Er komt gewoon niks, niemand, nada in me op. Gewoon niks, niks. Ik ga wel voor Dionne. Nee, maar die heeft allemaal andere. Dionne, ik doe Dionne. Klaar. Kai van der Ree. Wow. Oké. Okay. Ja, had ik op zich ook wel kunnen weten. Het is wel echt een beetje zo'n Kai-tattoo. Oké, okay, het was Kai. Het gaat niet zo goed, mensen. Heel veel wat beter mijn best doen. Het gaat niet goed. We moeten iets meer concentreren op het leven van de tattoos. De tattoos. Fuck, ik zeg al de hele tijd tattoo. Het is tato. Ik moet even inleven in het leven van YouTubers die tattoos hebben. Deze weet ik. Het is Sophie. Volgens mij is het Sophie. Ja, het is Sophie Milzink. Ik zal je twee redenen geven waarom. 1. Dit is een foto van Sophie, waarin ze volgens mij zo staat. En de tweede reden is, hij is zwart-wit. En er is maar één dame op YouTube die haar foto's in zwart-wit heeft. En dat is Sophie. Dat is niet waar. Dat is een smoesje die ik voor mezelf heb bedacht. Maar we gaan even kijken. Het was Sophie Milzink. Yeah! Het was inderdaad Sophie Milzink. Ik had het goed. Ik had bijna de houding ook goed. Ze zit zo. Ik vind het wel een prima tattoo als ik zelf... tato, als ik zelf zeg. Zeker een mooie tato. Dit is een leuke tattoo. Tato. Jezus, het is echt moeilijk. Hoe kan je als mens überhaupt tato gebruiken? Ik probeer het. En het lukt me nog niet eens. Dit is Tim Hofman, denk ik. Tim is zo'n guy. Die zet zulke tato's. Ik voel me echt heel raar als ik dat tato zeg. Maar volgens mij is Tim zo'n guy die dit soort tatoeages zet. Beetje gekke, de grappige, random dingen. Random. We gaan even kijken. Oeh, yeah. Give me that tattoo, yeah. Ik had het goed. Ik wil niet te hard van stapel lopen. Maar ik ben best wel een beetje goed aan het worden hierin. Ik ben niet meer zo slecht als eerst. Dit gaat steeds beter. Dit is een hele enge tattoo. Ik zou dit ook zelf niet zo gauw doen. Al zeg ik het zelf, hè. Wie doet dit? Wie zet zo'n enge tattoo? Het is gewoon elke keer als je naar je arm kijkt. Zo, yo, er zit een levensgroot beest op mijn arm. Plankpolsje. Een mooi zwart beestje erop. Nou, dat kan natuurlijk maar één persoon zijn. Ik denk dat het een beetje een stoer persoon is. Een beetje fuck the rest of the world. Weet je wel? Gewoon een beetje zo'n YouTuber. Nou, dan kunnen we het natuurlijk over maar één persoon hebben. Ik weet het echt niet. Mijn aanloopjes zijn steeds heel zelfverzekerd. Dus ik zeg de hele tijd van, yo, ja, maar dat kan maar één persoon zijn. Namelijk de enige echte. En dan bedenk ik, oh nee, fuck, ik moet nog iemand bedenken. Mensen, het leven is zo moeilijk. Ik heb geen idee. Ik ga deze ook niet beantwoorden. Jessie Maya. Wow. Jessie, deze shit is heftig. Vind ik een hele enge tattoo. Tato. Ik zat op zich wel juist bij het punt waarop ik zei, oké, het is iemand die zegt, fuck the world, I'm who I am. So I don't give a shit. En dat waardeer ik. Dat vind ik fantastisch. 0592. Dat kan natuurlijk maar één persoon zijn op de hele wereld die deze tatoeage heeft. Namelijk, het is je boy uit Assen. Let's go, represent. Mijn buurjongen van vroeger, Milan Knol. Bam! Bam! Oh ja! Milan, deze wist ik 100% zeker. En ik zal je vertellen waarom. Ik heb hem in het echt gezien. Ik heb deze tato nog gelikt. Echt waar. Ha! Gay! Dat is een grapje, is niet waar. Maar ik wist wel dat dit zo was. 1, omdat ik weet dat 0592 staat volgens mij voor Assen of Drenthe of wat dan ook. En daar komt Milan vandaan. En daarnaast wist ik dat hij deze had. Ik weet niet precies waarom ik dit was. Gelikt. Een tosti. Wow. Dylan, is that you? It is him! Ja! Het was Dylan. Het was niet moeilijk. Hele makkelijke guess. Het was hele makkelijk deze. Dylan, tossies. Hetzelfde als dat je een foto zou zien van een tatoeage van een paprika. Dan weet je gewoon, oké, die staat hoogstwaarschijnlijk op mijn been. Of hoofd, of arm, of lip. Lego blokje. Wow. Ik heb er nog over nagedacht om een Lego blokje als tato te nemen. Wie heeft dit? Ik denk dat dit Thomas is. Thomas van Rutger. Ah! Oké. Okay. Leuk. Leuk bedacht. Heel erg leuk bedacht. Ja, zeker. Zeker leuk bedacht. Leuk.
Leuk. Ik moet eerlijk met je zijn. Ik vind het er wel fucking dope uitzien. Ik vind het echt fucking chill eruit zien. Dit ben ik, trouwens. Voor de mensen die het nog niet door hadden, dit is een foto van mij. Mijn rechterarm is nog leeg. Het is namelijk gefotoshopt door de persoon die deze quiz heeft gemaakt. Jart, lekker boy. Nu ik het zo zie, vind ik het best wel cool. Ik vind het best tof. Mensen thuis, luister even naar me. Laat even in de reacties weten of je het tof vindt of niet. Uiteindelijk is het de keuze die ik zelf maak, dus dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Laat even weten of je het tof vindt of niet. Want ik vind, ik wil sowieso graag een tatoeage met een steen of een baksteen, had ik als idee. Maar ik vind Lego blokjes op zich ook wel cool. Alleen, ik wil weten of jullie dit tof vinden. Niet dat ik op basis daarvan mijn keuze maak, maar dan weet ik even een beetje, misschien dat ik er iets uithaal. Je weet het niet. Tot zover de tatoeages van YouTubers raden. Ik denk dat ik ongeveer de helft goed had. Ik weet het niet eens zeker. Laat even in de reacties weten of jullie het Lego blokje tof vonden. Want misschien dat ik dan ooit over 100.000 jaar eens een keer die tato ga laten zetten. Ik liet een scheet. Ik ga nog een scheet laten. Dat was een scheet. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Geef een duimpje omhoog op deze video. En mocht je nou nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan doe dat. Want ik heb bijna 500.000 abonnees. En bij 500.000 abonnees ga ik iets heel speciaals doen. Oh ja. Maar dat zal de komende weken wel duidelijk worden. Oké, dag. Doei hè. Doei hoor.